Donderdag in de vroege ochtend werd de kiosk de markt opgereden. Hier krijgt hij een perfect plekje. Maar die plek was nog niet zomaar gevonden. We hebben een aantal opties bekeken. Of tegen de achtermuur van de kerk aan. Of daar aan de overkant tegen, zoals wij dat in de Druten zeggen, bij Van Woesik tegen de muur aan. Of midden op het marktplein. Of deze plek. Maar al snel werd duidelijk dat er maar één plek echt geschikt was. Midden op het marktplein. Daar hebben we ook de weekmarkt, dus daar hebben we elke week eigenlijk een klein beetje last. En dan staat hij ook tussen het kraam in, waar we op dat moment niks mee kunnen doen. Bij de muren, dus tegen de achterkant van de kerk aan of bij Van Woesik, zou betekenen dat als er een tent of iets dergelijks stond, dan met activiteiten, met feesten en dergelijke, dat hij tegen de zijkant van de tent aan staat te kijken. Ja, dan kun je er ook niks mee doen op dat moment. En hier is eigenlijk een plek waar die lijkt te moeten staan, want het is een open ruimte hier. Hij staat nooit in de weg. Dus voor mij de perfecte plek. Druten is blij met de komst van de kiosk, hoewel de invulling ervan niet echt duidelijk is. Deze zal namelijk voortdurend veranderen. De centrummanager die krijgt de sleutel, die gaat het sleutelbeheer doen. Vanuit Nijmegen is aangegeven dat er geen commerciële activiteiten in mogen plaatsvinden. Dus we gaan er vooral leuke dingen doen. En mensen die een leuke activiteit hebben of iets dergelijks, die kunnen zich melden bij de centrummanager Miranda Rosmalen. En zij doet sleutelbeheer. En dan is vooral aan de inwoners, aan iedereen die wat wil organiseren met de kiosk, om er gebruik van te maken. Dus het wordt een kiosk voor de inwoners en voor de ondernemers.